Uiteraard wordt dat er ook bij, wat je nog gekregen hebt. En nogmaals, heel hartelijk
bedankt voor dit seizoen. Maar jij hebt het dik verdiend. Dat is een beetje spul. Jij komt de foto in de hand voor de fotograaf. Diewertje danst op houten klompjes. Ze heeft een blauwe rokje aan. Hessie is bont met fijne blompjes. Zo komt Diewertje op het dam. Diewertje heeft een strooien hoedje. Een boezeltje met witte strik. Hubbelt zo glant met glijmend toetje. Nou, wat heb het maatjes kik. Diewertje voelt er als een vogel. Vindt het allegaar een pracht. En tante Nel speelt op de vleugel voor het pittige skikkeljacht. Nou, Anneke, dankjewel. En ik wou toch even van de gelegenheid gebruik maken om Anneke te complimenteren voor dit eerste jaar, hoe goed ze het gedaan hebben. Voor Anneke graag een daverend applaus. Dankjewel. Dankjewel, Anneke. Goed. Lieve danskinderen. Vandaag is het de laatste dag van ons 60-jarig bestaan. En jullie hebben het geweldig gedaan. En daar krijgen jullie van de mensen nog een keer een daverend applaus voor. Ik wil ook de ouders, opa's, oma's danken die die kinderen gesteund hebben. Want het houdt niet op met die 10 donderdagen. Ze zijn al 14 dagen aan het oefenen. Ze moeten optreden, ze oefenen, ze treden op in verzorgingstehuizen enzovoorts. Maar ik vind dat de kinderen nu een heel groot applaus moeten geven voor jullie mensen, de verzorgers, de ouders, opa's, oma's enzovoorts. Goed, en dan is er in het begin, wij zijn met de burgemeester in de toren geweest, weten jullie dat nog? Ja, dat was mooi, hè? Hebben we wat met elkaar afgesproken? Maar ik ben wel een beetje dom, want ik heb de foto's nog niet gezien. Op zich is dat niet zo erg, want Bart zou ze voor mij halen. Bart, waar ben jij? Wij sportkinderen, kunnen jullie heel hard doen. Nou, dat hoort hij niet. Het moet nog even harder. Oh. Als je neergezet, dan mag je hem opzetten. Bart, en als jij hem openmaakt. Bart. Zo, dat wordt spannend, jongens. Terwijl Bart hem openmaakt, praat ik nog even verder. Want wij hebben ook nog 3 hele mooie missen hier staan. En jullie hebben nu allemaal gedanst. En wie weet, over 30 jaar
dat ik jullie ook mag zeggen, wat een mooie missen hebben we. Ik hoop dat dat allemaal lukt, dat ik er ook nog bij ben. Zometeen, kindertjes. De kindertjes, willen jullie eens luisteren naar deze opa? Moet je luisteren. Zometeen, dan krijgen jullie allemaal van een mis. We hebben mis Christen, we hebben mis Linda, we hebben mis Marieke en we hebben mis Sandra. Het kan niet missen. Ja, dus jullie krijgen zometeen van alle kinderen, van alle missen, krijgen de kinderen nog een foto. Maar jullie waren ontzettend lief voor mij, net zo pas. Dus Astrid, kom er, Astrid, lief Astrid, kom nog eens even bij mij. Hier ben ik. Moet je luisteren. Jullie hebben mij net overweldigd met bloemen. Ik heb met de dames afgesproken die er ook toe bijgedragen hebben. Ik heb ze niet verdiend, maar jij hebt ze verdiend. En ze zijn dus voor jou. Hartelijk dank, Astrid, want dat gaat niet vanzelf met al die kleintjes. Nu is het moment gekomen en Astrid kijkt even op alle danskinderen die er hier zijn. Die krijgen een foto en ik zou het leuk vinden als de missen de foto aan de kindertjes overhandigen. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de support van het afgelopen jaar. En alle vrijwilligers wil ik uitnodigen zometeen bij Peeton van Bakkerij Pater, Bakkerij Slijkerman. En de familie Peeton, die gaan ons nog een beetje trakteren. We hebben het geprobeerd ook daar gezellig te maken. Mooie fotootjes. Heel veel plezier nog in dit mooie Schagen. Dank u wel. Van maken. Voordat de mensen het bordje kunnen mogen halen, wil ik vragen niet op de terrassen het bordje brood op te eten. De mensen die op het terras zitten en die willen wat willen eten, moeten toch deze kant op komen en desnoods bij de marktkramen of bij de staantafels hun broodje opeten. Dat is de mooiste dames uit. Zolang we geen eind.